Ben je blij dat we naar het strand gaan, Sue? Ja, ik heb zo zin in het strand en een glijbaan en... En al die lekkere ijsjes. Ja! Zo te zien zal Sue zich niet gaan vervelen op het strand. Heb je al die spullen wel echt nodig, Bizou? Ja, mam, want we willen de hele dag spelen. En het wordt een geweldige dag. Nou, kom op. Heeft iemand het weerbericht bekeken? Als het regent, heeft het echt geen zin om naar het strand te gaan. Vlug, terug naar binnen. Straks worden we nat. Maar ik wil niet terug naar binnen. Ik wil naar het strand. Je hebt gelijk, Pok. Ik kan niet buiten blijven. Wat moeten we nu? Laten we dan maar gewoon iets nuttigs gaan doen. Klusjes of zo. Oh, nou, ik moest toch nog stofzuigen. En de la moet ook nog gemaakt worden. Ik moet de planten water geven. Oh, de dag is nu al zo ongelooflijk spannend. Ik denk dat ik maar even ga liggen. En ik moet een wasje gaan draaien. Ga jij al je strandspullen maar opruimen, Sue? Maar dat is niet leuk. Ik weet zeker dat we naar het strand kunnen, Pok. Dat moet mogelijk zijn. Wacht eens even. Mam, pap, ik weet hoe we toch naar het strand kunnen gaan. Maar hoe dan? Het plenst buiten. We springen in de auto en rijden en rijden en rijden... tot we bij een strand komen waar het niet regent. Maar het regent veel te hard, Sue. Ik denk niet dat we dit weer kunnen ontvluchten met de auto. Wat zegt de weermeneer dan? Hij weet het. Laten we maar even naar de radio luisteren. En vandaag krijgen we regen, regen, regen. Zover het oog reikt. Sorry, mensen. Oh, het blijft de hele dag regenen. Maar als we nou er zelf droog konden blijven... We kunnen onze kaplaarzen aantrekken. Oh, nee. Ik kan niet weg met natte laarzen aan. Dat is verschrikkelijk. Wacht eens. Als we de regen negeren, houdt het misschien sneller op. Nu regent het nog harder. Je zou het boven eens moeten horen. Het is een kabaal in mijn kamer. Met oorwarmers op hoort u het niet meer. Kijk maar of het werkt. Het werkt echt. Pardon? 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 Ik zei, het werkt. Ja, maar ik kan de regen nog steeds met bakken uit de hemel zien vallen. Als we dit omdoen, kunnen we net doen of het niet regent. Het werkt. Ik kan geen regen horen of zien. Ik kan de regen niet meer horen of zien. Maar hoe weten we nu eigenlijk wanneer het weer droog is? We blijven hier gewoon staan. Ja, maar dan kunnen we ons niet bewegen. Anders lopen we ergens tegenaan. Dat klinkt ook niet leuk. Ik had zo zin om naar het strand te gaan, Pok. Ik wilde een zandkasteel maken en picknicken en ringwerpen. Misschien kunnen we dat nog steeds doen. Maar nu moeten we het binnen doen.
Opa, opa! Wat dacht je van een zonnig dagje binnen aan het strand? Hier binnen? Ja. Wil je mij helpen? Oh, wat had je in gedachten? Super, opa. En dan kunnen we nu gaan ringwerpen. Ja, dat zijn 10 punten voor mij. Hoera! Goed zo, opa. Dat zijn 20 punten voor u. Dat ziet er leuk uit. Mag ik ook een keertje? Natuurlijk, mam. Als de eetkamervloer het strand is, dan kan de woonkamervloer de zee zijn. Maar hoe kan de vloer nou op water lijken? Maar ik weet al iets. Ik ben klaar, Sue. Zo lijkt het de zee wel. We gaan surfen. Ja! Wow, wow. Wow, wow. Hey. Hey. Wat zijn jullie nou aan het doen? We houden een surfwedstrijd. Plons. Ik heb verloren. Ik win. Mag ik ook eens? Wow. Wow. Woe! Yay! Ik kan geen zandkasteel maken met mijn nieuwe emmer. Maar ik kan wel een meelkasteel maken. Oh, dat is de perfecte hoeveelheid voor een taart. En dan ga ik ook koekjes bakken. Ik ben trots op je, Sue. Je bent heel erg creatief vandaag. Ik wou gewoon niet dat de regen ons dagje zou verpesten. Tata! En hoe vind je hem? We kunnen niet gaan picknicken op het strand zonder kasteelvormige taart. Dat ziet er fantastisch uit. Waar of niet, jongens? Chill, man. Oeh, lekker. En de winnaar krijgt het eerste stuk taart. Nou jij, knul. Iedereen vindt het hartstikke leuk, Bok. De middag is toch nog heel gaaf geworden. Hoi, Elsie. Hoi, Sue. Het is eindelijk droog. Zin om buiten te spelen? Weet je, we kunnen alsnog naar het strand gaan. En Elsie mag wel mee als ze wil. Maar ik vind het veel te leuk op ons binnenstrand. Weet je wat? Ik ook. En ik ook. En wij ook. Wij gaan nergens heen vandaag, Elsie. Maar kom gezellig binnen en speel op ons binnenstrand. We gaan picknicken, surfen en ringwerpen. Ha, dat klinkt gaaf. Oeh, neem jij dat surfboard maar, Elsie. Woehoe! We moeten vaker zo'n gezinsuitje binnenshuis doen. Gezelliger dan dit kan het niet worden, met wie dan ook of waar dan ook. Ha, yes! Goed zo. Pas op, Elsie. Wauw, moet je die golf zien? Thank you.
goed tekenen als je zo staat te wiebelen. Dank je, dat is beter. Er lacht mijn tekening toch niet uit, hè? Nee, natuurlijk niet. Dat is een prachtig huis. Oh, kijk dan wat mooi. Bedankt, Elsie. Mijn tekening zou nog beter zijn als Pok stil bleef staan. Niet jouw tekening, gekkie. Dat! Dat is een regenboog. Zonlicht bestaat uit die regenboogkleuren. En als de zon aan één kant van de hemel staat en het regent aan de andere kant, schijnt de zon op de regendruppels. Als dat gebeurt, splitst het het licht op in al die verschillende kleuren. En dan heb je een regenboog. Het lijkt bijna of we hem kunnen aanraken. Weet je, vroeger dacht men dat regenbogen betoverd waren. Oh, maar je moet snel zijn. Regenbogen zijn zo weg. Als je er één kunt vangen voordat hij verdwenen is, schijnt er altijd een pot goud verstopt te zijn aan het eind van de regenboog. Een pot goud? Vlug, op naar het eind van de regenboog. Zo te zien komt hij uit in jouw tuin toe. Daar, kijk! Die pot goud is van ons. Hij beweegt! Volgens mij is hij nu in de schuur. Waar is hij? Ik denk niet dat we die regenboog hier zullen vinden. Waar is hij dan wel, opa? Misschien dat hij nog steeds... Oh, rustig, Pok. Kom maar, Pok. En nu op naar de regenboog. Daar, kijk. De regenboog eindigt in jouw tuin, Elsie. Tuurlijk, jongens. Maar we moeten snel zijn. Regenbogen blijven nooit lang. Hierheen? Nee, kijk. Hij is in mijn sowieswinkel. We hebben nogal haast. Zoek je misschien iets? Een regenboog. Een regenboog? Die heb ik helaas niet op voorraad. Er is niet veel vraag naar regenbogen rond deze tijd van het jaar. Nee, we hebben er één gezien. En we zoeken het einde van de regenboog. Ah, ik snap het. Hier is hij niet. Hier ook niet. Maar volgens mij is er hier wel een regenboog. Kijk, daar ginds, in het park. Ik zei toch dat hij in het park was? Oké, juffrouw, ik weet alles. We doen wie het eerst in het park is. Doei. Tot ziens, meneer Zoe. Bedankt voor de tip, hè? Oh, het spijt me. Opa, sta niet zo te dollen. Straks missen we de regenboog. Dat klopt natuurlijk. Kijk naar rechts, naar links en weer naar rechts. En luisteren. Schommel!
hij is aan het verdwijnen. Oh. Opa? De regenboog is weg, opa. Ik weet het. Het spijt me zo. Zoals ik al zei, ze blijven nooit lang. Ik dacht echt dat we die pot goud zouden vinden. Misschien doen we dat ook. Een andere keer. Tot die tijd kunnen we nog iets moois gaan tekenen. Dit keer maken we een regenboog. Goed idee, Elsie. Okidoki. Dus dit wordt een hele, hele grote regenboog. Ha! Welke kleur gaat bovenaan? Rood. En dan oranje. En dan geel. Ja, Poek. En dan groen. Ik ben zo weer terug om te kijken hoe het gelukt is. Schat klaargemaakt? Ja, het is een verrukkelijke schat. Dank je. Zo. Pas een regenboog. We moeten hem ophangen, zodat iedereen hem kan zien. Aan de muur. Ach, je ziet niet heel veel regenbogen binnen, toch? In de tuin. Ja, op het hek. Lijkt me een perfect plekje. Goed idee. Een klein beetje meer naar links. Iets hoger. Ja, dat is perfect. Kijk eens aan. Pok! Was het maar een echte regenboog? Want echte regenbogen hebben een pot goud aan het eind staan. Tja, dat geloven sommige mensen. En als dit echte regenboog was, zou er een pot goud staan. Kijk, daar! Ik vraag het me af. Misschien hebben getekende regenbogen ook wel schatten, hoor. Hé, hey, er ligt iets onder deze pot. Ja! Een schat? Zoiets. Chocokoekjes. Dank je. Oh. En ze smaken als die van oma. Mmm. Verrukkelijk. Maar hoe kwamen ze daar dan? Oh, regenbogen zijn erg wonderlijke dingen. Het klopt. Vind je niet, opa? Hey, Bristo. Alakazam. Zo, wat ben je aan het doen? Huh? Oh, ik oefen. Waarvoor oefen je? Mam en pap zijn met me naar een goochelaar geweest. Ga door. De machtige Mysterioso. Hij was super. Hij toverde een konijntje uit zijn hoge hoed. En daarna liep hij door een muur heen. Toen
stopte hij mijn vrouw in de kast en zij verdween. Dus ik heb besloten dat ik goochelaar wil worden als ik later groot ben. A la Kazan. Ik dacht dat je autocoureur wilde worden. Nee, dat was gisteren. Tot ziens, Elsie. Tot morgen, Zoe. Ik ben thuis. A la Kazan. Jij ook een goede middag, Zoe. Wat betekent a la Kazan eigenlijk? Dat is mijn speciale toverwoord. Ik heb je betoverd, mam, om je te laten verdwijnen. Maar gelukkig werkt het niet. Maar ik heb zelf ook wat toverkunsten verricht vandaag. Echt waar? In de keuken. Oh, hallo daar, Zoe. Hallo, Zoe. Hallo, opa. Hoi, oma. Mam zegt dat ze getoverd heeft. Klaar? Abracadabra. Chocokoekjes. Oh, wat lekker. Bedankt, mam. Jij vindt ze ook lekker. Niet waar, Pok? Maar niet te veel, hoor. Anders hebben jullie straks geen honger meer. Maar ja, koekjes bakken is niet echt toveren. Niet zoals de toverkunsten die ik later ga doen. Oh, ik weet het niet. Deze koekjes zijn betoverd. Neem een hapje van zo'n koekje en dan kun je wel echt toveren. Zo, dan ga ik achter deze deur staan en zeg jij de toverspreuk. Oh, en zwaai 3 keer met je staf. A la Kazan. 1, 2, 3. Huh? Opa is verdwenen. Boe. Opa. Nou, wat heb ik je gezegd, Zoe? Tovenarij. U kunt niet echt toveren, opa. Echt wel? Op zijn leeftijd is het toverachtig als je zo snel rent. Pok, wat zei mam nou? Tja, maar als ik een goochelaar wil worden, heb ik toverspullen nodig. Maar zoiets heb ik niet. Ah, misschien dat ik je wel kan helpen. Een goocheldoos, hè? Ja, volgens mij heb ik daar nog wel één van op voorraad. En als ik het me goed herinner, dan ligt die ergens... Ja, hier. Wauw, bedankt, meneer Zoe. Graag gedaan, Zoe. Bedankt, opa. Fantastisch. A la Kazan. Oh, dat is knap van je. A la Kazan. Opa. Maar wat mis ik? Ik mis een hele, hele goede truc. Net als de machtige Mysterioso. Je bedoelt zoiets als die ene truc waarbij hij zijn assistent liet verdwijnen. Misschien. Ik geloof dat ik al iets weet. Ja, precies wat je nodig hebt. Kom op, Zoe. Kijk eens aan. Deze toverdoos gaat jou helpen om je assistent Pok te laten verdwijnen. Maar hoe werkt het dan, opa? Kijk, het is simpel. De deur gaat open en je assistent vliegt naar binnen. Oh, geen paniek, Pok.
Er zit een luikje achter in de doos waar je door kan verdwijnen voordat Sue zegt Alakazam! En de deur weer openmaakt. Nu moeten we hem nog verven en hem mooi maken voor je voorstelling strakjes. Ik zit er helemaal klaar voor. Oh, ik vind niets fijner dan een goede goocheltruc. Behalve een kokoskoekje. Oeh, ik ben dol op kokoskoekjes. En een lekker... Sst, de voorstelling gaat beginnen. Dames en heren, ik presenteer de geweldige Sue Prendel. Oh, ja! Ja! Hoera! Alakazam! Oh. Meneer, dit krantje is toch van u? Dat klopt toch? Ja, die is van mij, maar... wacht eens, ik moet de sportuitslagen nog lezen. Komt goed, meneer. Alakazam! Kijk! Wauw! Hoera! Nog helemaal heel! Kijk eens aan, niet te geloven. FC Stad heeft PS Zebra ingemaakt. En voor mijn volgende truc heb ik hulp nodig van een assistent. Alakazam! Hoe deed hij dat? Zou hij een kokoskoek voor me kunnen toveren? En dan nu, dames en heren, vraag ik uw aandacht voor de beste tovertruc van de geweldige Sue Prendel Show. Ik zal nu voor uw ogen mijn assistent laten verdwijnen. Stilte graag, want deze truc vergt uiterste concentratie. 1, 2, 3. Alakazam! Dank u, dank u. Maar ik kan natuurlijk niet lang zonder mijn assistent. Dus ik tover hem weer terug. Alakazam! Tada! Oh! Hm? Oh! Alakazam! Pok! Alakazam! Pok? Sue, waar is hij nou? Weet ik niet. Hij moest net hier doorheen vliegen. Dat schuim luikje. En toen moest hij zich verstoppen onder de tafel. Tot het tijd was om terug te komen. Dat is ook slim. Ja. Maar hij is verdwenen. In het echt dit keer. Misschien kan ik echt toveren. Pok? Pok? Waar ben je? Is het al afgelopen? Zullen we iets gaan drinken tot Pok terecht is? Pok! Waar ben je? Waar kan hij nou zijn? Bijzoo? Volgens mij heeft Pok zijn verdwijntruc doorgezet tot hij in de keuken was. En hij heeft zich toen te goed gedaan aan mijn koekjes. Waar of niet, Pok? Dus, dan kan ik toch niet echt toveren. Wat een opluchting. Ik was heel verdrietig geweest als je voorgoed verdwenen was, Pok. En ik zou niet blij geweest zijn als hij alle koekjes had laten verdwijnen. Oh, ik ook niet. Dat was een geweldige truc, Sue. Het was... Betoverend? Betoverend.